Yo kijkers van Marshall's Eye, welkom bij een nieuwe video van Test Drive Limited 2. Hey, ik ga hier gewoon even wat foto's maken. Ik heb het nu een beetje te pakken, want hier zit ook een haven. Misschien kan ik hier een fotootje maken. Ik weet het niet. Staat er ook iets raars op de kaart, een vakje. Ik weet niet wat het vakje is. Maar we gaan even kijken wat dat vakje is. Want ik kan hier geen foto maken. Ik had bedacht van, hé, dit is een haven. Misschien valt hier een foto te maken. Dus even kijken, wat houdt dat vakje daar al in? Zit daar een vakje? Wat is dit? Oh, oké. Okay. Nou, werkt niet. Even kijken. Want dit hier is wel een haven. Toch? Ik noem dit wel een haven. Misschien moeten we hier staan. Gewoon even kijken. Want ik wil nog steeds die foto maken. Wat gebeurde daar nou? Wat? Bushokje bukt. Yo, mag ik foto? Dan niet, joh. Hè? Wat had je dan? Welke foto maken mag niet? Ik wil foto. Hallo? Dit is toch een old medieval tower of zoiets? Mag ik niet eens een foto maken? Auw. Auw. Hey, doe eens niet. Doet pijn. Ja? Doet auwie. Nou, ik kan het niet vinden, jongens. Ik kan het niet vinden. Zucht. Ik moet en zal die foto's. Ik wil die foto's hebben. Moet gewoon. Zie je nog een haventje? Wat moet Ibiza trouwens met zoveel havens? Ik heb er sowieso al 3 gezien. Oh, dat is een fotostudio. Nee, daar hoef ik niet naartoe. Dit is toch ook een haven? Ik vind dit een haven hoor. Kan ik hierop? Nee, zeker. Ik wil erop. Ik hoef geen drop, maar ik wil op dat havenplatform. Mag ik op dat havenplatform? Tuurlijk mag dat niet. Waarom mag dat niet? Ik moet toch een foto maken? De naaiers zijn toch ook weer, hè? Hoe ze nou altijd? Daar zat water. Dat heb je goed gezien, Marcel. Je weet door wat. Je hebt nu door wat water is. Achievement accomplished. Laat mij foto maken. Ik wil foto maken. Van haven. Oh, kak. Muur. Mag ik hier weg? Zo. Nou. Even kijken. Waar kan ik nog meer een foto maken? Wat nou als ik hier ga staan? Nee, daar kan ik niet staan, hè? Nee, tuurlijk niet. Ja. Probeer ik eens een keertje mijn best te doen voor iets, mag het weer niet. Typisch test drive. Wat is dit? Speed limit. Nee, geen zin in. Wat hebben we hier? Driving, adrenaline en een timed convoy zeker. Ja. En nu? Time attack. Hou eens op met die rot missies. Die zijn niet leuk. Misschien wist je het nog niet. Nou, dan weet je het nu. Ze zijn niet leuk. Even kijken. Is hier ergens nog een haventje?
Ja, daarom. Dat is niet de haven die ik bedoel. Ik ben hier al geweest en ik kan er geen foto van maken. Nou. Leuk, hè? Ik ga maar gewoon weer naar Hawaii toe. Misschien valt daar nog iets te doen. Je weet het niet. We gaan maar gewoon even kijken. Go to Hawaii. Oh, mijn energy is op. Nee! Zo, nu is hij echt op. Oké, okay, even kijken. Was kunnen wie er magen. Oeh, huis. Oh, hier heb ik nog niks gedaan, hè? Even kijken. Fotostudio. Even kijken welke we nog allemaal kunnen maken. Misschien wel nog een beetje te weten. Lighthouse over the sea. Tussen 10 en 7 p.m. Nee, dat is het niet. Camping under a storm. Oh, dan moet er wel regen zijn. Wooden hut and bridge. Nee, dat ook niet. Het is niet 's middags. Observatory under a full moon. Die zou nog wel eens kunnen. Ga ik even kijken. Turquoise Lagoon. Ark of the Business District. Misschien wel. 100 year old tree and pagodas. Nee. Piling Resort on the Pacific. Misschien wel. Lighthouse at the harbor entrance. In Halaiwa. Ik zou eens gaan kijken. Radar antennes. Oké. Okay. Boats and residential houses. Skyscrapers near the ocean. American car in front of a diner. Oh, dan moet ik eerst... Office buildings in Honolulu. Northeast of Honolulu. Okay. En Chauffee driving down the mountain. Heb je eerst een Hummer voor nodig, zeker? Ja. Industrial park in the distance. Mountain range. Sea view from the lighthouse. Nou. Hey, ik ga gewoon even mijn best doen. Kijken welke ik allemaal kan doen. Skyscrapers near the ocean. Dat moet wel lukken, denk ik. Die moet ook wel lukken. Lighthouse at the harbor entrance. Moet ook wel lukken, denk ik. Radar antennes. Die worden wat moeilijk te vinden. Die wordt misschien ook... Die moet ook wel lukken, denk ik. En die ook wel. Oké, okay, we gaan gewoon even kijken. Laten we beginnen met de observatory. Even kijken. Observatory. Waar zou die staan? Ondertussen zou ik even kijken wat hier te doen valt verder. Ah, niet echt iets. Wat zou nou een mooie plek zijn voor een observatory op Hawaii? Ik zou het echt niet weten. Oh, 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 niet doen. Even kijken hoor. Ik ga gewoon even googlen. Want op zich, die hele map is best gebaseerd op de waarheid. Dus ik ga gewoon even kijken. Als internet ook even wil laden. Sorry hoor, maar ik ben gewoon even aan het kijken nu. Ja, gaan we nog iets doen of niet? Hij heeft het natuurlijk veel te druk met het laden van de game ook nog eens. En het opnemen en zo. Oké. Okay. Maps.google.com. Enter. Laat ik ondertussen even gaan kijken of ik ergens de industrial gedoe kan vinden. Of de... Wat is dat hier? Dat zit hier allemaal, hè? Dan ga ik gewoon hier een beetje ronddurpen. Zo, hier ergens. Zoom. Dus een beetje kijken of ik ergens wat kan vinden. Zal wel weer niet. Want hey, ik ben het. Maar...
Als ik ergens die grote ark kan zien. Of zoiets, hoe dat ook heet. Ja, foto, foto. Ah, oh, foto. Ik zag een foto. Ja, foto. Nee! Nee, oké, dat wil niet. Nee, ik kan geen foto maken. Weet je zelf ook best. Ik rijd tegen de richting in. Oeh, ik ben zo bad boy. Even kijken. Sorry. Komt allemaal goed. Eventjes kijkjes doen hoor. Ik had er eigenlijk eventjes afgewild, maar... Het kan niet. Niet meer, in ieder geval. Gewoon eventjes omdraaien, kan wel. Doen we allemaal wel eens. Eventjes kijken. Want er moet dus ergens gewoon zo'n groot gebouw staan. Die uit twee torens bestaat. Als het ware. Even kijken of ik die kan vinden. Er is ook nog een car dealer. Ferrari. Nice. Ik ben gewoon een beetje aan het kijken naar die gebouwen nu. Oh kijk, dat is een auto. Het is nog best moeilijk hoor. Om dat gebouw te vinden. Ik denk dat het ergens in het midden staat van het hele industriegebied. Het hele zakelijke gedoe. Het zal niet aan de rand staan. Daar is het te mooi voor natuurlijk. Ik zou het ook niet aan de rand zetten. Eens eventjes kijken. Dat is natuurlijk een redelijk groot gebied ook nog. Want ik heb nog lang niet alles gezien daarvan. Oké, oh. Ik zat even niet op de weg te letten. Ja, dan rij je tegen een auto aan, hè. Dan krijg je dat. Daar rechts gaat het ook nog verder. Shit. Is veel te groot, jongens. Kan ik toch niet aan? Oh, kak, auto. Ja. Ja, daar staat hij. Heb eens. Kan ik een fotootje maken? Mag ik een foto? Hallo? Kan ik een foto maken? One way? Niks one way. Foto way. Ja, foto. Wat? Hoe laat is het dan? 1:14. Oké, nou dan ga ik eerst even kijken naar de observatory. Hawaii Observatory. Eens even kijken waar die staat. Het scheelt al een heleboel als ik het hier kan vinden. Ja, wat is Hawaii? Is dit Hawaii hier ook? Pas wel. Even wachten hoor. Volgens mij zit ik hier in de buurt van Hawaii. duurt lang. Ik moet niet op een kaart proberen te kijken en ondertussen ook nog eens een game draaien. Dat lukt gewoon niet. Hij heeft hier niet eens een observatory gevonden. Nog een keer zoeken. Uh.
Jongens, dat is niet Hawaii. Dit hier is Hawaii. Even kijken. Nou, dan doen we het anders. TDU 2 Observatory Location. Ik wil gewoon die foto hebben. Zo'n observatory is best moeilijk te vinden. Even kijken hoor. Ja. Oh. Ja. Oh, kijk. Dat is handig. Want hij heeft er is hier op de gewoon op Google Maps is gewoon zo'n hele lijst met allemaal dingen in die in Test Drive te vinden zijn. Ik ga gewoon even kijken of of er ook fotoplekken bij staan. Was niet, maar. Nee. Nee. Nou, ik ga maar gewoon even kijken. Want volgens mij is het gewoon echt. Dit is gewoon Hawaii, namelijk. Even kijken hoor. Wat is dat dan? Oh, dat is een wrecked car. Oké. Okay. Ja, jullie kunnen het natuurlijk niet zien, maar. Dat dan? Oké, okay, dat is een championship. Nou, ik ben wel gewoon even aan het rondkijken nu. Op de map. Ergens zou er toch wel een observatory moeten staan. Volgens mij zouden daar dan de radars ook in de buurt moeten zitten. Maar ja. Nou weet je, ik kijk hier wel gewoon even rond. Dat is voor jullie ook wat leuker om te zien. Waar zou ik een observatory neerzetten? Is dat één? Is dat een racetrack? Dat kan ook. Dat is geen van beide. Dat is een tegenvaller. Ik zou er één neerzetten in. Ja, in de bergen ergens, denk ik, maar. Dat weet ik ook niet zeker. Dat wel zou doen. Zit daar misschien iets? Nee. Het observatory, dat is toch een best groot ding. Dus die zou best op moeten vallen. Maar ja. Dat doet hij niet, hè? Of hier neerzetten, dat is ook handig. Maar. Hier ergens. We zouden in ieder geval een weg naartoe moeten leiden. Dat sowieso. Anders komt er nooit iemand. Wat is dat dan? Oh, dat is een supermercado. Oh nee, we zijn hier op Hawaii. Laat maar. Dat is geen supermercado. Dat is een supermarket. Op Hawaii spreken ze natuurlijk Engels. Even kijken. Een observatory. Ja. Ik zou het echt niet weten, joh. Is dat een observatory? Nee. Dat is gewoon een random schuur. Is dat een observatory? Of is dat gewoon een grote steen? Dat is een grote steen. Dat was een tegenvaller. Ehm.
Ja. Wat zijn dan nog de opties? Eigenlijk niks meer. Maar... Hey, daar ben ik. Hallo. Hier zou een goede plek kunnen zijn. Gewoon in zo'n krater. Dat zou ik best... Dat zou ik eigenlijk wel doen, hoor. Gewoon een observatory in een krater neerzetten. Oh, niet zo mooi, jongen. Anders vind je nooit iets. Maar daar staat hij niet, natuurlijk. De meest logische plekken staat hij niet. Alhoewel, was dat? Nee, dat is geen observatory. Kom op, Marcel. Beetje logisch nadenken, hè? Nee. Niet echt iets, nee. Wat is dat daar? Het is gewoon een huis. Tuurlijk. Ik zou er ook een huis... Oh, Extreme Convoy. Ja hoor. Aerial Atom 500. Schijt aan de foto's. Ik ga een Extreme Convoy doen. Echt wel. Go there. Sowieso. Ik ga een Extreme Convoy doen. Bam. Ik heb schijt aan de regels. Ik heb schijt aan de regels. Dat boeit me echt helemaal niks, joh. Ik wil een Extreme Convoy. Zo. Hoi. Zo. We gaan een Extreme Convoy doen. Wauw. Mooie auto, hè? Ja, is goed, joh. $32,000. Even mijn best. Een mooie auto, jongen. Aerial Atom. Digitaal. Wow. Wacht even. Even iets achter, joh. Mag ik iets harder? Moet ik opletten dat ik niet ergens tegenaan rij. Zo. En dan nu hier naartoe. Tegen de richting in! Denk je wel. Dat ik dat even doe ofzo. Nou, ik was eigenlijk niet van plan. Zolang ik maar rechts blijf, dan komt dat wel goed, denk ik. Want officieel hoort iedereen natuurlijk gewoon... ook rechts te rijden. En dan mag je niet eens op deze baan rijden. Maar er komt iemand aan die gaat wel op die baan rijden waar ik rijd. Dat is niet lief. Nee. Ja, ik wist het. Ja, ik weet het. Nog een keer doen. Vind ik leuk. Mag ik niet even aan de andere kant van de weg rijden? Dat zou ik een stuk fijner vinden, namelijk. Maar blijkbaar mag dat niet. Nee, niet doen. Nee! Nee! Rotauto! Serieus, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Nog een keer. Waarom? Omdat ik het leuk vind. Ah! Oké, laat maar. Gewoon rustig, niet al te snel gaan. Als je rustig blijft, dan komt alles goed. Of een soort van... Nou ja. Zo. Dit gaat goed. Nou, ik kan wel iets harder. Ik bedoel, het is avond. Wie rijdt er hier nou nog? Ik, maar... Oh, dat is echt zo vervelend dan. Want je kan niet in... Ik ben echt zo slecht in het inschatten op welke baan ze nou rijden, hè? Dat kan ik echt niet. Nou ja. Nou, dit gaat wel goed zo. Zo. Nou, ga lekker. Ja, houd je mail.
Jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op dat duimpje omhoog. Dan gaan we de volgende aflevering gaan we gewoon dit nog een keer proberen. Kiele. Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op dat duimpje omhoog. Druk ook even op delen en op abonneren. Kan allemaal hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot later.